Welkom, dames en heren, bij een nieuwe aflevering van de Plotwereld. We zijn vandaag met Kevin. Ja. Oh, is dat alles wat je wil zeggen? Ja. Voor alle ja, mensen. Oké. En Robin? Hey, hallo. Kijk, dat is nog eens een welkomstzin. En Robin? Hallo. Hallo, Robin en Robin. De ondeugende beer die achter me aan zit. Ja, en jullie weten wat de bedoeling is. Wij hebben hier namelijk een blokje. En dat blokje is nog niet gevuld met goud. Maar dat kunnen we pas vullen. Ik heb hier een blokje. Hier is het magische blokje. En dat blokje, dat kunnen we pas plaatsen als we alle vier de plots hebben beoordeeld. Zo is eigenlijk elke keer onze aflevering hoe we dat gaan doen. En hier zijn we een plot van Justin RTM. En die andere weet ik niet. Dus we beginnen maar gelijk bij Justin, denk ik. Is dat goed? Ja, okay. Doen we. Nou, ik ga natuurlijk een begin zoeken van de plot. Ik zie al dat er een enorme achtbaan staat. Misschien kunnen we gewoon kaart inbreken. Of zullen we gewoon via de lijn... Oh, hier, denk ik. Oh, hier, ja. Oh, kijk eens. Ja. Nou, kijk. We hebben een mooi pad. En dat komt hier naar een fontein. Welkom in het park met 5 landen themagebieden. 5 landen. We gaan een soort op vakantie, denk ik. Oh, mooi. Ja. Het is nog niet eens afgebouwd. Helaas. Nederland. Nederland. Nou, welkom. Dit is de grens. Heb je een paspoort, Robin? Oh, nee, nou, je mag gewoon over. Oh, sorry. Maar wacht eens. Ja, ik ben Turk. Wat is dit dan? Ik ben Turk. Welkom in Turk. Ja, wat land is dit dan? Misschien is dit wel... Niemandland. Normaal land. Neverland, ja. Tomorrowland dan misschien nog. En dan hier zo, wat krijgen we? Hier krijgen we denk ik wel een gebied wat China. We herkennen. China! Oh, wat is? You to lasers Disneycraft Texture Pack. Nou, die hebben we allemaal aan, denk ik, toch? Ja. Hebben het ook in het Engels gezegd, heel netjes. We gaan nu lopen in China. Stitchy Luca, kijk eens. Volgens mij hebben er meer mensen aan gewerkt aan dit plot. Misschien kan Robin dat zien? Hoeveel mensen? Ja, hoe heet het? Het is gemaakt door Justin RTM. Ja? Domino's en Stitchy Luca. Oké, okay, Domino's lekker en... bloedjes. Ja, en hier is ook een kassaatje en kan je wat dingetjes, plushies, shops kan je kopen. Hallo, lekker bloedjes hier. En hier hebben we misschien moet hier een tafel op, ik weet niet. Maar het mist... Of gewoon een mooi blokje. Ik denk dat daar een hoe heet het toch een piston of zo misschien, ja, ik weet het niet. Ah, dat mag ze zelf. Ja. En dan lopen we door en ik geloof dat er een hele vette achtbaan daar staat. En daar wil ik eigenlijk wel heel graag in. Want daar komen we voor, denk ik. Hè? Zo'n mooi klein pretpark themagebied. Hier zie ik een ingang. We kunnen er niet in. Oeh. Ja, echt wel? Ja, kunnen we gewoon in? Zullen we gewoon eroverheen vliegen? Huppakee. Zo. En misschien moet er een knopje omgezet worden. Misschien kunnen Robin even andere Robin even kijken. Of er iets van een knopje is dat Kevin en ik naar binnen kunnen. Oh, nee? Hier. Ja? En klik daar eens op. Gaat er dan wat gebeuren, denk je? Of... Oh, je hebt het alweer gehackt, hoor. Oké, oh, zag je het? Oh, hij deed het, ja. Nou, dit is dan... Ja, dit moeten we even maken, denk ik, weer. Oh, kijk, Robin doet dat even. En dan hier moet als het goed is een achtbaan komen. Kijk, de karretjes komen eraan. Hoppakee. En ik ga er eens in. Oh, oh. Helaas. Doe nou. Even duwen, hop. Wacht maar. Dat is dus nog niet helemaal... Nee, ik ga wel zitten, ja? Zo, als iemand hem wil duwen, of met een hengel zelfs, kijk eens. Kijk eens, hoppakee. Dan moet je op een ander blokje klikken. Dat moet je toch wel weten, Kevin. Oh, dan staat hij nu denk ik niet meer goed, maar dat maakt niet uit. You can not build here. Oh, waarom werkt dat nog niet? Dit werkt nog niet lekker hoor, met die traincards. Nee, ik denk omdat we hem nu met de hengel hebben aangedreven. Nee, dat hoeft niet. Ze hebben geen botjes geplaatst. Wacht maar, ik kan je wel zeggen. Kom op, duwen. Nee, hij heeft geen botjes geplaatst. Dus deze achtbaan die zou nog ineens werken eigenlijk, helaas. Dat is jammer. Want, hey, Kevin, ga er eens in zitten. Hij wil niet. Ga eens erin zitten. Hij wil niet. Nee, ja, omdat hij helemaal onhandig is. Oh, ik denk niet dat dit gaat lukken. Ik denk dat ik even heel stiekem een karretje hier neerzet, maar ik denk dat dat ook niet gaat lukken. Omdat het zeg maar, hoe zeg je dat? Oh, ja, gaat wel. We kunnen een klein beetje van de baan doen, zie je het? Oh, Arden, kom op, ik behaal het. Kom op. Jammer dit. Oh, ik duw je. Zo. Dan gaan we naar beneden. Het is wel een vette layout. En het doet het wel een soort van, maar er moet nog even speed ingesteld worden. En als dat klaar is, dan is dit een goed werkende Chinese achtbaan. Nou, ik vind het wel een leuk gebied. Vind je niet? Ja. Hé, hey, je bent hier eentje. Oh. Ja, ik ben er eentje, hè. Zo, nou, dat was een leuke achtbaan. De speeds zijn nog niet eerlijk. En misschien kunnen we erachter kijken, want daar is een stukje Egypte volgens mij. Klopt dat deze poort hier? Oh ja, Egypte. Nou, nu heeft hij een kleine piramide gebouwd. Misschien kunnen we daar even inkijken nog. Oh, dit ziet er leuk uit. Leuke toortjes erin. Nou, fantastisch.
En ik zie dat hij nog flink bezig is met het themagebied. Hij heeft ook al afgezet met Diamond. Dus dat is wel heel erg leuk gedaan. Daar heeft hij goed over nagedacht. Ik vind dat we dit goed beoordeeld hebben, denk ik. Alleen, het is nog niet af. Dus we mogen nog niet streng beoordelen natuurlijk. Maar het ziet er zeker niet slecht uit. Wat vinden jullie ervan? Ik vind het zeker heel leuk eruit zien. Ja, hè? Ik ben benieuwd als het af is, wat het dan is, allemaal. Ja, dat ben ik ook wel. Kijk, okay. Je kan overal in, trouwens. Nou, Justin, heel tof gedaan dat je dit zo hebt gedaan. En het idee was heel leuk. Mogen. Het volgende plot, wat eigenlijk met deze fantastische, gigantische, maar niet zo hele hoge achtbaan, is van Ramon Giessen. Ja, kijk eens aan, onze Ramon, die ook bij The Gathering was, die heeft hier dus een soort van thematisatie gemaakt. En hier staat een... gesloten wegens een frietkraam dat geen frieten verkoopt. Nou, dat, nee, dat komt mij niet handig. Ja, dat komt ergens, ja, inderdaad. Hij heeft een leuk fonteintje gemaakt, een vijvertje. Leuk afgewerkt met slabs. En dan ook onze lantaarnpaaltjes een beetje gebruikt. Die ik nu vervolgens aan het slopen ben. Netjes terugplaatsen. En hier kunnen we nog niet in, maar stiekem ga ik er wel de Dragon Coaster. Hé, hey, wat gauw, een drakenachtbaan. Ik ben heel benieuwd, de karretjes staan er al. Je hoeft niet zo... je stapt zelf in. Oké. Okay. Dan kan ik... Oké, dus ik hoef niet te klikken. Wacht, dan ga ik even achter de dingen staan zo. Achter de hekjes. Ja. Volgens de bordjes in ieder geval. Oké, Robin, ga je ook achter de hekjes? Even netjes. Ja, wacht even. Ja. Officieel, hè? Dus officieel. Oh, hier staat het hekje open. Oh, erg zeg. Ja. Nou, en als het goed is, kunnen we zo de achtbaan in, Robin? Ik ben benieuwd. Ik kan. Laat maar zien. Oh, hey. Ja. Oh, ik zit handig. Wacht even. Ik wil al vooraan als het mag. Zo. Ja. Daar gaan we. Oh, we gaan de andere kant. Huh? Oké. Okay. Nou, dan zit ik helemaal achteraan. Ik ben daar achterin. Vooraan, dus ja, blijkbaar. Ik dacht dat dit achterin was. Soms. Oh, maar daar staat uitgang. Dus ik dacht van dat de uitgang was van de achtbaan. Maar oké. Okay. Het is altijd wel spannend. Ja, de Dragon Coaster. De Pluton heeft dat toch ook? Een achtbaan bij de bestuurderskant, waar het bestuurd wordt. Oh ja. Ja, het is apart. Maar het komt helemaal goed. We worden omhoog getakeld. En ik zie dat we over de kop gaan. Durf je allemaal over de kop, jongens? Nee, ik word dan misselijk van. Ik ook niet. Ik durf ook niet. Hoe gaan we dit oplossen? Nou, we stoppen erbij. Dit was een aflevering. Ogen dicht. We zijn bijna boven. Hij gaat echt niet hoog, hoor, de achtbaan. Maar dat wordt ook heel langzaam. Hij heeft de moeite om die hele lange trein te duwen naar het bovenste plekje van het topje. Hier zo. Wat mooi uitzicht. En niet overal is ondersteuning, of het is vergeten, de ondersteuning in ieder geval, daar nog. Ik denk dat hij er nog mee bezig is. Ik denk het ook. Woehoe. Oh ja, daar ook nog. Oh, daar gaan we. Woehoe. Oh, vet. Dat was een leuk gevoel, die looping. Kijk eens. Hij is al soepel, de baan. En, ik vind het wel een lekker baantje, joh. Oh, serieus? We worden twee keer omhoog getakeld. Nou, heb je nog wat gedaan vandaag, jongens? Je hebt lekker pompoenen gebakken, zie ik, Robin. Ik heb lekker geslapen. Oh. Ik dacht, hij heeft pompoenen gemaakt, heeft hij het uitgehold, dat hij met zijn ogen er doorheen kon kijken. Ja. En heeft hij een pompoen op zijn hoofd gezet. Bevalt het die pompoen of niet? Nee. Oké. Okay. Ja. Krijg je zo'n waterhoofd van? Ja, dat wel. Ja, dat klopt. Je hebt wel een beetje een waterhoofdje. Waterig hoofd. Een waterig hoofd, ja. Nou, hij heeft het wel tof gedaan. Ramon met de ondersteuning is sowieso tof. Hij kon misschien die paal weghalen en die, want het is iets te veel, denk ik, voor ondersteuning. Maar het ziet er wel heel mooi uit. Vooral dit. Hoe we onder de ondersteuning doorgaan. Of onder de halve looping. Fantastisch, hoor. Dit is echt een heel leuk gedaan, layout, dit. Ja. Layout. De Dragon Coaster. Tof. En de remmetjes erin. En een vuurwerkje zelfs. En het ziet er goed uit. Ik heb nog geen draak gezien, maar de kleuren waren wel een beetje dragonachtig. Dat zal Irma leuk vinden, deze achtbaan, denk ik. En er is ook een beetje een dark ride gevoel. We gaan langs die thematisatie en ik vind het er best wel goed uitzien, hoor. Ik vind het Ramon best wel nog gedaan. Oh, ja. Leuk vuurwerk. Leuk, joh. Ja, dit ziet er leuk uit. Leuk gethematiseerd. Ik hoop dat jullie bij me eens zijn. Complimenten. Ja. Zeker. Ramon, tof gedaan. Nou, dan gaan we door de slap heen. Ah! Dat doet altijd zeer. En hier komen we aan bij het station. Ik stoot altijd mijn hoofd er tegen. Ja, hè? Ja, dat komt door dat waterhoofd natuurlijk. Nou, hier komen we dan... Ja. En hier komen we dan... kunnen we eruit? En even kijken, waar is een... Is er ergens een uitgang? Oh, daar zo. Ja. Kijk eens, heeft hij over nagedacht. Leuk, hoor. Ik vind het echt een hele toffe achtbaan. Leuk voor de aflevering. En even kijken. We gaan door met het volgende plot.
Want deze hebben we gehad, die hebben we gehad. En nu gaan we naar deze. En dan gaan we eerst kijken van wie die is. Dus ik ga even heel snel vliegen met speed 85 voor het Christus. Oké, ik weet het al. Deze, wie denk je? Elburgertje Brit. Elburgertje Brit. Nou, die heeft hier een heel groot plot gemaakt. Ze is nog steeds bezig, zie ik. Maar het ziet er wel inderdaad een beetje horror uit, denk ik. Kijk. Kijk. Ja, jouw hoofd, ja. Poen. En met een hele grote baard heb je, zie je dat? Elburgertje Brit heeft of Sneef, dat kan ook. Nou Robin, jij met je magische krachten, kan je dan ook kijken wie dit plot hebt gemaakt? Zodat we misschien... Loyolf. Oh ja, ik zie het ook, ja. Van Loyolf. Nou, dan hadden we niet helemaal in zijn eentje. Echt, hè? Helemaal in zijn eentje gemaakt. Zullen we even kijken waar we erin kunnen? Want deze tralies kunnen we niet... tralies, het is gewoon een mooi hek eigenlijk, hè? En wat staat hier? Een stoel, alsof het een soort van... Doe me denken aan alsof hier een zwembad is. Ik heb trouwens wel zin om te zwemmen. Ik heb zin in de zomer in één keer. Ik weet niet waarom, maar omdat ik dat zag, had ik in één keer zin in de zomer. Ik denk dat we even gaan vliegen, want dit duurt even heel lang. Ik denk samen dat het plot leeg is, dat er alleen een hek staat. Nee. Hier is de Broeland. Het is de Broeland. Komen jullie ook naar de Broeland, dames en heren? Vandaag is in Broeland een nieuwe achtbaan geopend. En hier gaan we erin. Het heeft geen naam, maar wel een wachtrij. Dat is belangrijk. We komen aan hier. En er staan karretjes los op de baan. Ik denk dat dat niet hoort. Dus ik haal ze even weg. En is er eens een irrangeerknopje daar? Kan je eens kijken, Eikelbeken, of daar wat in te vinden is? Ja, moet ik wel kijken. Ja, ik niks loop. Oh, je hebt geen kompasje. Oké. Okay. Oh, wacht hier. Oh, wacht. Oh, ik heb iets. Oh, je hebt een deurtske. Ja, ik ben er. Oké, we gaan eens kijken of er iets werkt. Functioneert er iets, denk je? Oh. Waar ga je heen? Ja, ik weet niet. Kijk. Oh, hoek. Ja, komt er iets? Ja, achter je. Echt waar? Oh, kijk. Ze staan stil. Oh, jee. Ze staan vast. Misschien moeten ze... Dat komt denk ik door dat gras, denk ik. Och, nee. Daar zit een railset verkeerd gedraaid. Ik zie hem, ja. Zullen we dat even repareren voor die knul? Zo? Ja, doen we. En dan even, misschien moeten we het even opnieuw arrangeren. Als Robin nog één keer op dat magische knopje kan drukken. Misschien hebben wij dan de mysterie van de kapotte achtbaan opgelost. Kijk eens. Daar komen inderdaad karretjes. En kijken of ik dit keer wel vooraan kan zitten in plaats van die leeuw hier, die leeuwerikje. De ingang is verplaatst, staat er ook bij. Daar komt het karretje. Kijk eens, dank u wel dat ik voorin mag zitten. Voor de onderrijd, hè, voor de point of view onderrijd van deze achtbaan. Heeft het leuk gedaan. Het station is een beetje krap. Misschien had hij nog wat variatie kunnen doen met die crafting tables. Maar misschien was het wel het idee om het zo te doen. Qua vorm in zijn muur. En Robin. Wat voor fout wel eigenlijk, Kevin? You cannot build here. Oh. Nou, Robin, Kevin kan niet in deze achtbaan. Hij is stiekem gewoon een beetje bang. Nou, Robin, Kevin, dan raad ik aan om de video terug te kijken. We gaan dat binnenkort even fixen, dat jij gewoon in de achtbaan kan. Ja. Oké. Okay. We gaan omhoog. We worden omhoog getakeld. Een heel spannend proces, want ik zie nu dat zeg maar de looping is hoger dan de achtbaan optakeling. En dat is een beetje onrealistisch. Misschien worden we gelanceerd, waardoor het wel realistisch wordt. Maar we gaan eens kijken. Schermwocht. De speed zijn nogal... Uh-oh. Ja, het kan wel. We gaan nog niet hard. Maar ik ben benieuwd of we die looping gaan halen. We staan stil. Stop. Zo'n explosie. Ja. En we gaan over de kop. Kijk uit, Kevin, dat je niet tegen het karretje aan komt, want dat houdt hem tegen. En dan gaan we nu over de kop. Zo. Wow. Nou, wat een speed. Ja, toch wel genoeg speed, zeg maar. Oh, daar zijn we. En het vuurwerkje. Mooi vuurwerk, ook met DC-kleuren. Oh, dat zag er goed uit, jongens. Het was wel een leuk achtbaantje. Misschien klopte de speech niet helemaal. Maar dan toch vind ik het wel heel leuk gelukt. Ja. Toch? Ik weet het. Zo, dan gaan we eruit. Ik zal hem slopen voor jullie. Met mijn zwaardje. Met mijn blauwe zwaardje. Er is ook geen uitgang. Maar misschien omdat er een bordje stond met de ingang is verplaatst. Misschien dat er wel iets nieuws wordt. Ik ga er even overheen vliegen. Want het ziet er nou uit alsof het een soort van vliegveld is of zo. Of een weg. En dan een weg met een zebrapad. Ja, met een nogal 3D zebrapad. Zie je het? Ik denk als je hier over steekt dat je dan al voor je sodomieten wordt gereden, joh. Maar hey, wat denk je als je dat even als je auto eraan komt? Zo, echt hè? Ja. Maar je weet het. Het grijs is lava, dus we moeten uitkijken. Wow. Niet het lava raken, jongens. Dat was vroeger een Disneycraft grapje. Daar hadden we heel veel lava staan bij een wegdek. Weet u dat nog? Of heel lang geleden. Ja, in Dukstad was ja, dat. Ja, klopt. Nou, dames en heren.
Ik denk dat dit het einde is van de video. En dat wij mogen oordelen dat het wel vier hele leuke plots waren. Eigenlijk mogen we het plot van Britt niet meerekenen omdat hij niet af was. Deze was niet af. Deze was niet af. En ze waren eigenlijk allemaal nog niet af. Maar goed. Jammer nou, dit. Ja, dit is heel jammer dit. Ik ga een blokje slopen. En ik plaats een goud blokje neer. En dan is dit in ieder geval goedgekeurd door ons. Wat vonden jullie van de plots? Leuk. Ja? Ik ben benieuwd wat het wordt als het allemaal af wat is. Wat het eindrust. Heel erg inderdaad, ja. Ja. Helemaal van Brit. Ja, inderdaad. Die hebben we nog niet helemaal gezien. Nee, inderdaad. Ik ben wel benieuwd naar. Maar misschien als deze video ziet dat ze denken van... Oh ja, ik heb nog een plot die ik moet afbouwen. Dus misschien wel een leuke herinnering. Bedankt voor het meedoen, jongens. En de steun voor het testen van deze mooie plots. En volgende week op een zondag zijn we weer terug met een nieuwe plottenwereld. Elke zondag. Tot de volgende week. Doei doei. Tot volgende week. Doei doei. 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 Doei.